Een hele goede morgen zonder zorgen. Wat is het vandaag? Kut weer. Niet te geloven. Het is volle bak aan het regenen. Maar dat maakt eigenlijk niet veel uit. Want ik ben toch helemaal brak van gisteren. En vandaag draait alles om dit raampje. Hierachter zit een kamer. Ik ga daarvan waarschijnlijk mijn studio maken. En de rest zien jullie later. Ik ga eerst ontbijten. Let's go. Dit ziet er niet slecht uit. Ik heb een lekkere salade met fishsticks en wortelpuree. Heerlijk. Ik ga hier lekker van genieten. Het is ondertussen ook al middag. We hebben gisteren gebmx'd in het skatepark tot 20 na 10 of zo. Iets na 10. We hebben langer dan een uur nog extra mogen rijden. Dus dat was echt wel super chill. Maar het resultaat is wel dat je hier om 1 uur 's nachts thuis komt. Je moet nog douchen. Je moet nog iets eten. En voordat je het weet, is 2-3 uur. En ik ben gewoon back off in mijn bed gedoken. Ik heb zelf nog niet geëdit. Dus ik ga dat nu eerst eventjes doen. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Want dit wordt genieten. Ik heb net super lekker gegeten, maar nu is het tijd om dit kamertje helemaal leeg te halen. Er staan hier allemaal van die vacuümplaten, maar dit moet er allemaal uit en daarna ga ik hier mijn bureau plaatsen. Ik denk dat dat echt wel heel vet gaat zijn voor mijn setup. Dan is mijn setup ook gescheiden van mijn bed en ik denk dat dat wel een beetje beter gaat zijn. Dit kastje kunnen we sowieso nog gebruiken. En we gaan er sowieso iets heel vet van maken. Let's go. Holy shit. Er is opeens geen licht en elektriciteit niet meer in die kamer. Dus dat is echt wel kut. Ik heb zo tegen de lamp gelopen en sindsdien is er iets misgegaan. Dus ik denk dat er iets is kortgesloten. Holy shit, dit is ingewikkeld. Oh. Oh, misschien deze. Hoppa, en deze. Ik ga voor alle zekerheid toch een nieuwe lamp proberen. Dan zijn we zeker. Kutzooi. We zijn ondertussen al een dagje verder en ik ga vandaag de studio volledig proberen afwerken. We gaan straks richting de bouwmarkt. Ik heb verlichting nodig en nog een paar gadgets. Dus dat gaan we nu gewoon halen. We gaan niet te lang wachten. Let's go. Ik heb zo net voor ongeveer 200 euro aan spullen gekocht, maar ik ben er wel blij mee. Ik heb een boormachine of een vijsmachine, super chill. Ik heb deze set gekocht, deze was 20 euro en deze was 2 euro. Dit is
de bouwmarkt, of ja, de superbazaar. En dit is de Action. 20 en 2 euro. Dus ik ga eerst deze testen. Als deze goed is, ga ik deze terugbrengen. Maar ik vond dat wel een beetje veel. Het was zelf 22 euro, denk ik. Ik heb twee LED-lampjes. Een beetje oldschool style. Vind ik echt wel super vet. Ik heb hier weer op de achtergrond zo van die decoratie LED-lampjes. Ik heb een prikbord. En dat is ook een wereldkaart. Ik vind het persoonlijk super vet. Ik wou eigenlijk al altijd een prikbord, maar ik wist niet waar je dat moest kopen. En opeens zag ik in de Action voor 5 euro deze, dus dat is super chill. Ik heb hier ook nog random dingen om fanmails op te hangen. En ik heb hier twee sokkeltjes die gaan dienen voor een lampje aan te hangen. Dus laten we hopen dat we eerst verlichting krijgen. Let's go! De verlichting is gefixt, alleen heb ik een klein probleempje en dat is dat dit lampje niet werkt. Dat is waarschijnlijk ook gewoon niet aangesloten, dus dat ga ik de volgende keer moeten uitzoeken. Deze werkte ook niet, deze kant. Die is blijkbaar ook niet aangesloten, alleen maar deze. Maar ik ben blij dat die al gefixt is. We gaan deze kast opruimen en ik denk dat we daarna de vloer gaan poetsen, want die is echt wel heel vuil. En dan inrichten. Holy shit, ik heb er zin in. Yo! Nice, de ruimte is droog en ik denk dat het nu tijd is om mijn setup te gaan halen. Ik heb uiteindelijk beslist om mijn setup hier te zetten. We zijn hier aan de achterkant. Hier hebben we de trappen richting de keuken. En ik heb de kast helemaal hier tot in de hoek geschoven. Ik denk dat dat wel een cool zicht gaat zijn. En hier heb ik ook de beste lichtinval, want het lampje hangt hier boven. Ik ga nu de rest van mijn spullen gaan halen. En ik zou zeggen, mensen, geniet van de transformatie. Bezig geweest en dat is natuurlijk met het bouwen van deze studio.
Wauw. Ik vind het persoonlijk echt wel super vet. Ik ben echt wel stoked op het resultaat. Check naar dit. Ik had deze lampjes nog van vroeger, dus ik heb ze gewoon boven gehaald en geplakt. Dit is trouwens ook de camera waar de vlogs mee zijn begonnen. Hiermee heb ik mijn eerste vlogs gemaakt, de GoPro Hero 4. Die is jammer genoeg al eventjes kapot. Ik heb hier allemaal camera-spullen liggen. Ik ga niet overlopen wat dat er allemaal ligt, want jullie zien het wel. Hier heb ik ook nog een boodschap voor jullie allemaal. Like de video. Deze lampjes zijn ook echt wel cool uitgekomen. Sowieso. En voor de rest, jullie zien het. En jullie hebben gezien. Yes. Zoals jullie hebben gezien, ik heb super veel werk in deze video gestoken. En ik hoop dat jullie alleszins die like gunnen. Sowieso. Ik ga in de toekomst meer van deze shit doen. Ik vond het super vet om 2 dagen aan 1 video te werken. Stel je voor, ik had er maar 1 video van gemaakt. Dan hadden we in 1 vlog de kamer leeggaan en in de andere vlog de kamer opbouwen. Dus dat is veel vetter als dat gewoon samen 1 video is. En ik ga dat in de toekomst meer proberen doen. Gewoon vette content, 1 video, bam. Dus bij deze mensen, vergeet de video niet te liken. En ik zie jullie later. Peace out. Ciao. Yo.